De maanvis, die maandag aanspoelde op Ameland, is gisteren vervoerd naar Leiden. De bijzondere vis wordt onderzocht door wetenschappers van Naturalis. Ze zullen onder andere uitzoeken waarom het dier in de Waddenzee zwom en waaraan het is overleden. Bij aankomst is de maanvis van alle kanten opgemeten. Ook zijn er DNA en huidfragmenten afgenomen. De rest van de determinatie wordt uitgesteld tot na de coronacrisis. Zodra het weer kan, gaan onderzoekers van het museum de vis voor het publiek verder onderzoeken in de Life Science zaal van het museum. Tot het zover is, wordt de maanvis ingevroren. Uiteindelijk wordt die opgezet en toegevoegd aan de collectie van het museum.